Hoe vertaal je informatie naar jouw specifieke situatie? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag: hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo en welkom bij nog een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wilde ik het met je gaan hebben over hoe je informatie over het oplossen van een specifiek probleem toepast op jouw eigen situatie. Dus heel veel ondernemers leren via internet, via cursussen, via coaches, goeroes, noem het maar op, leren ze hoe ze hun problemen moeten tackelen, hoe ze een product moeten ontwikkelen, hoe ze moeten verkopen, hoe ze marketing moeten doen, hoe ze moeten adverteren. Al dit soort vragen worden beantwoord door middel van informatie die we verzamelen. En de grootste en meest belangrijke skill die je vervolgens moet bezitten is hoe jij de vertaalslag maakt van kale, koude theorie naar jouw specifieke situatie, zodat je er uiteindelijk jouw probleem mee oplost en jij zelf vooruitgang boekt. Daar gaat deze aflevering over. Ik heb daar een tijdje geleden een speciale video over opgenomen, vol met prachtige doodles en kunstwerken. Zoals je ziet ben ik in de tekenfase beland en ik kan niet wachten om dit met je te delen. Dus laten we snel gaan kijken. Waar ik mee wilde beginnen is het volgende. Wat mij opvalt, hè, is dat ik probeer altijd te starten met een aantal dingen waar ik het regelmatig mis zie gaan. En wat mij opvalt is het volgende. Veel van de ondernemers die ik coach, niet alleen deelnemers aan het programma, maar ook overige ondernemers die ik in privé-trajecten begeleid, et cetera, die hebben een hele specifieke uitdaging. En dat is ja, een uitdaging die ik het beste kan verwoorden als in de studentmodus gaan of in de middelbare scholiermodus gaan. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als we puberen en we zijn middelbare scholieren, voor veel van ons, niet voor iedereen overigens, geldt dan dat naar school gaan een beetje eenrichtingsverkeer is. Dat we in de schoolbanken gaan zitten en zo gaan zitten en wachten tot de leraar vertelt wat we moeten doen en dan doen we het, want de leraar heeft het immers gezegd en dat moet nou eenmaal. En dan, dat is dan hoe we de dag doorkomen. En als we dan maar hard genoeg ons best doen, tenminste als we maar in voldoende mate toegeven aan wat de leraar zegt, als we de instructies maar volgen, dan krijgen we een voldoende aan het einde van het jaar. Niels, ik zal zo direct nog even wat met de belichting spelen om te kijken of het wat duidelijker kan. Maar dat is wat voor veel mensen geldt. En dat is in heel veel situaties, als het gaat om het vergaren van kennis, hè, puur het verzamelen van feitenkennis, misschien niet zo'n groot probleem. Maar zodra je het gaat hebben over ondernemerschap, slagen in een commerciële wereld, slagen in een kapitalistisch systeem, dan werkt het verhaal ineens heel anders. En wat ik vandaag wilde doen is een stukje toelichten over de mindset die je jezelf zou moeten of zou kunnen aanmeten om daar succesvoller in te zijn. Want één ding kan ik je vertellen. Als je alleen maar afwacht elke keer tot iemand anders je vertelt wat je moet doen, dan kun je nog zo'n goed traject volgen, nog zo'n goede cursus volgen. En zoals je weet, in dit traject doen we er alles aan om je te helpen daarmee. Maar dan ga je er nooit komen. Want er blijft altijd een stukje problem solving bij, wat je eigen verantwoordelijkheid is. En als je niet weet hoe je dat aanvliegt, dan, en dat zie ik regelmatig gebeuren, dan loop je vast op werkelijk de stomste dingen. En dan hebben we het niet meer over, oh, ik weet niet hoe ik overtuigend schrijf, of oh, ik weet niet hoe ik een website structureer, of oh, ik weet niet hoe ik e-mailmarketing opbouw. Nee, dan heb je het echt over stomme dingen als, ja, een knopje wat nodig is voor dit systeem werkt niet, en ik weet niet hoe ik dat knopje instel. Of ja, er is ergens een, ik heb een tekst en die is wit en de achtergrond is ook wit en nou valt die tekst weg en ik kan het niet veranderen. Dat soort stomme shit zorgen er dan voor dat je compleet vastloopt als je niet de mindset hebt om zelf problem solving te werk te gaan. Daarom wilde ik daar vandaag een start mee maken. Ik heb het volgende voorbeeld. Kijk, eigenlijk is de bouw van je bedrijf is te vergelijken met een aantal fasen. Dus hier heeft ons voorbeeldmannetje heeft de prijs gewonnen. Hier is hij geslaagd. Maar om hier te komen, hier is zijn startpunt, moet hij een aantal obstakels overwinnen. Je hebt hier een muur, je hebt hier een kuil, je hebt hier een slang. Dit is mijn slang overigens. Hadden jullie gezien dat dit een slang is? Ik ben heel trots op. Ja? Oké, okay, en uiteindelijk als hij al die dingen overwint, oké, okay, dan komt hij er.
En degene die hem helpt, hè, degene die hem vertelt wat hij zou moeten doen, die doet het volgende. Die zegt bij de muur, zegt hij, nou, om over de muur heen te klimmen, heb je een touw nodig. Weer zo'n briljante artist rendition van een touw. Oké? Ik neem aan dat jullie dat al lang in de gaten hadden. Een touw heb je nodig om een muur te beklimmen. Om die kuil te overkomen, te overbruggen, heb je een plank nodig. Oké? Om die slang te bezweren, hè? Het is een hele roman dit, hè? Heb je een fluit nodig? Het was een fluit. Wie had dat gezien? En als je al die dingen achter de rug hebt, dan ben je geslaagd, oké? Nou is het punt dat als jij alleen weet dat je een touw nodig hebt om langs die muur te komen, dat de informatie daarmee niet compleet is, oké? Je moet op dat moment de vertaalslag maken van het gebruiken van een touw in jouw situatie. Jouw situatie is een muur, oké? Jij zag meteen dat het een slang was, Niels. Ik ben meteen heel trots. Erg leuk. Als je een touw in je handen gedrukt krijgt en je bent niet zelf problem-solving bezig, oké, dan heb je misschien het gevoel dat je die kluwe touw tegen die muur moet gooien in de hoop dat die dan breekt. Of dan heb je misschien het idee dat je dat touw over de muur heen moet gooien. Oké? Misschien denk jij dat er aan de andere kant iemand staat. Dus als je niet zelf je due diligence doet en niet uitzoekt hoe het advies vertaalt naar jouw specifieke uitdaging, oké? Dan kan iemand je alle tools aanreiken, maar dan kom je er alsnog niet. Dus het is heel belangrijk dat je zelf gaat nadenken, gaat testen, aan die muur voelt, die muur bekijkt, die muur bestudeert, je touw ziet, in acht neemt, bedenkt, hoe lang is dat touw? Hé, wacht even, zit er iets aan het uiteinde van dat touw? Misschien een haak, iets wat ik aan die muur vast kan maken? Kan ik er een ladder van vlechten of knopen? Wat voor mogelijkheden heb ik nu? Ik heb nu een obstakel in de vorm van een muur. Ik heb nu een touw, een tool in de vorm van een touw. Hoe kan ik nu mijn obstakel overwinnen, nu ik niet meer alleen maar mijn eigen blote handen en voeten heb? Oké, dan, hè, dat is een uitdaging. Je brein gaat aan het werk. Dat is het werk. Dat is proactief benaderen. Oké? Daar ga je mee worstelen, mee stoeien. En dan is de uitkomst dat je denkt, hey, met dat touw kan ik over die muur heen klimmen, waar ik dat zonder touw niet kan, omdat er niet voldoende houvast is. Dus eigenlijk is mijn probleem onvoldoende houvast, en de oplossing is dat ik met een touw houvast kan creëren. Dan heb je ineens je eigen probleem, heb je ingezoomd, je hebt gefocust, je hebt wat echt de uitdaging is blootgelegd, want de uitdaging is niet muur. Muur is niks. Muur is een woord. Muur is een ding. Maar muur is niet uitdaging. Muur is niet een omschrijving van een probleem. Dat heb je dan wel gedaan. Dan kom je bij de volgende. Zelfde verhaal met die kuil die je wil overkomen met de plank. Je hebt een plank gekregen. Je ziet een kuil. Wat moet ik nu doen? Moet ik die plank nu gebruiken als een soort viraljep? Oké? Dat werkt niet, want hij is te breed en is het vol splinters. Dus dat kan ik op die manier niet doen. Dan begint het problem solving. Dan begint weer, wat is mijn uitdaging? Mijn uitdaging is dat er een kuil is waar ik overheen moet. Mijn uitdaging is dat die kuil te groot is om overheen te springen. Mijn uitdaging is dat die kuil te diep is om doorheen te gaan of in te gaan. Als ik erin val, heb ik een probleem. Dus ik moet er overheen. Hé, ik heb een plank, et cetera. Oké? Zo ga je stap voor stap aan de gang. En je merkt, als je dat, eigenlijk moeten we de slang ook nog even doen, hè? Zelfde verhaal natuurlijk. Je hebt een slang. Wat is de uitdaging van de slang? Slang is agressief. Oké? Het probleem is niet slang. Het probleem is agressieve slang bijt mij misschien, dan val ik om en kom ik nooit bij het einde. Oké? Dus slang bezweren met een fluit. Ik heb nu een tool. Oké? Slang niet meer agressief. Ik er langs. Iets in die richting. Waar het om gaat, is dat elk van deze stappen te vergelijken is met een fase in ondernemerschap, een fase in het bouwen van je bedrijf, een fase in het bouwen van je online verkooptraject, waarbij je bij elke stap bij een nieuwe uitdaging komt, die je eerst moet vertalen naar je eigen situatie. Je moet eerst nagaan denken, hoe geldt dit voor mij? Oké? Hoe is dit te vertalen naar mijn concept, naar mijn bedrijf, naar mijn product? Oké? Hoe slaat dit daarop en hoe kan ik er een vertaalslag aan geven om de tools vervolgens in te zetten om mijn eigen uitdagingen op te lossen. Oké? En dat denkstukje, dat problem-solving denkstukje, dat is ontzettend belangrijk. Een tijdje geleden kreeg ik een vraag van iemand die wist niet hoe die met de Thrive Architect of een andere page builder, hoe die zijn pagina in een paar kolommen kon opdelen. En die had daar een mail over gestuurd. Die mail die was bij ons helaas over het hoofd gezien. Die persoon heeft een week gewacht totdat hij
uiteindelijk ons eraan kon herinneren dat hij het ticket over het hoofd was gezien, heeft hij hem alsnog gestuurd, konden we hem helpen, heeft een week stilgestaan. Omdat hij niet wist hoe hij een pagina in kolommen opdeelde. Nogmaals, dat is niet hetzelfde als niet weten hoe je iemand overtuigt met wervend schrijven. Dat is niet van hetzelfde kaliber als niet weten hoe je een payment provider installeert. Dat is niet hetzelfde als niet weten hoe je omgaat met webhosting of niet weten hoe je een e-mail marketing tool koppelt. Nee, dit is het maken van een paar kolommen op een pagina. Kom op, jongens. Maken van een paar kolommen op een pagina's. Thrive Editor die functionaliteit heeft. Oké? Alleen weet je nog niet precies hoe je dat dan zeg moet doen. Alleen weet je nog niet, ja, waar zit die functie dan? Waar moet ik klikken? Oké? Daar ga je weer. Wanneer gaat de meester mij vertellen waar ik moet klikken? Zodat ik dat precies weet en zodat ik dat 3 keer kan doen, zodat ik het op een examen kan doen en een 8 kan krijgen. Oké? Dat is niet hoe het werkt. Dus in plaats daarvan is dat moment om te denken, hey, ik weet dat ik alles, dat ik de tools als handreiking heb gekregen in het programma. Ik weet dat ik in theorie gewoon vooruit zou moeten kunnen. Dus wat is er nodig, hè, om de tools die ik voorhanden heb in te zetten op de manier waarop ze het probleem gaan oplossen? Het simpele antwoord was geweest, even YouTuben, even googlen, even naar de Thrive support pagina's gaan, heel even intypen, columns Thrive of kolommen met Thrive, maar iets in die richting, of als het een andere ding, een Divi Builder is of een WP Bakery of een van die andere paginabouw systemen. En even zeggen, oh, kolommen. Oké? En die mindset jezelf aanleren. Oh, ik loop tegen een probleem aan. In 90% van de gevallen vandaag de dag bij het bouwen van een online bedrijf is het een kwestie van even YouTuben. Even googlen. Oké? Dat is hoe je het snelst vooruit komt. Dat is hoe je ervoor zorgt dat je niet blijft hangen op kleine, hele stomme, trivial dingen. En hoe je uiteindelijk dat doel dus bereikt. Hoe je het niet bereikt, oké, is nooit je eigen cognitieve abilities aanzetten. Nooit zelf die switch maken. Maar bij alles een externe partij verantwoordelijk maken en willen dat die het voor je oplossen. Als dat je mindset is, dan, ik wil niet zeggen dat het niet bestaat dat iemand er dan komt, al heb ik het nog nooit gezien, gaat het je in ieder geval veel en veel meer tijd kosten. Tot zover deze rant. Ik vind het wel heel stoer dat Niels meteen zag dat het een slang was. Jan Hidde, jij zegt dat je alleen kan luisteren dat je op je werk bent. Geen probleem hoor. En Niels, jij zegt, ik ben mogelijk nog een, ja, een schaar voor het doorknippen van de navelstreng van de oude manier. Visitekaartjes website. Ja, precies. Ja, dit is dat is een ander probleem. Hè? Dus misschien iets voor volgende keer, maar... Maar in een notendop, het is wel heel erg zo dat ondernemers vaak als ze beginnen aan een endeavor, een avontuur als dit, om een modern verkooptraject op te zetten, ze vaak nog zitten met hun bias, hun idee over hoe een website eruit moet zien, wat vaak gebaseerd is op de traditionelere, zeg maar, jaren 90-achtige visitekaartjeswebsites. En sommige mensen kunnen daar moeilijk afscheid van nemen. Dus als ze niet een menu met home en over ons en blog zien, als ze niet een pagina zien die in stukken is opgedeeld, als ze niet overal linkjes hebben om naar allemaal dingen door te klikken, of een raamwerk met producten, dan vinden ze het eigenlijk geen website en dan vinden ze dat degene die dat propageert geen gelijk heeft. En dat is ook een probleem, maar dat is een ander probleem. Dat is een ander probleem dan dit. Olivia, jij zegt, waarvoor gebruik je Thrive? Nou Olivia, ik verbaas me een beetje over die vraag, want jij bent hier al best wel een tijd bij aanwezig. We hebben het regelmatig over Thrive. Thrive is een tool die ik meerdere keren aanbeveel ook in het programma. Dus het verbaast me dat jij nog niet weet wat Thrive is. En vanwege die vraag ben ik nu benieuwd, heb jij bijvoorbeeld de eerste module helemaal bestudeerd of niet? En ben je de afgelopen periode regelmatig bij Q&A's aanwezig? Nogmaals, ik wil je vooral niet beschuldigen, maar ik verbaas me over de vraag. Dus misschien kun je die toelichten. Misschien kun je ook wat vertellen over wat je tot nu toe precies hebt gedaan. Hoe je deelname aan het traject hebt toegepast. Hoe ver je bent met het doorwerken van de modules. Want als je gemist hebt dat we Thrive gebruiken voor het bouwen van eenvoudige pagina's. Dat het één van de tools is die je daarvoor kunt gebruiken. Nogmaals, er zijn er meer. Maar dit is degene die ik het meest aanbeveel, omdat die in mijn ogen het beste is. Als je dat allemaal niet hebt meegekregen, dan doen wij iets verkeerd, denk ik. En dan ben ik ook meteen benieuwd of andere mensen dit ook niet hadden opgevangen. Jessica, voor jou is dat natuurlijk een ander verhaal, want jij bent hier voor het eerst. Dus dat is,
Dat is een ander vraag. Nou, bij deze weet je net, het is een webdesign tool. Maar Olivia, jij zegt nu, klopt, je hebt het nooit begrepen. Omdat je je funnel al had opgezet en in AC hebt gezet. Oké, helder. Waarom gaat het? Je funnel is niet alleen je e-mail marketing. Het zijn niet alleen geautomatiseerde e-mailberichten die je verstuurt. Je funnel zijn ook die paar cruciale pagina's. En dit lijkt me een uitermate geschikt moment om even weer het verkooptraject schema erbij te pakken. Ik ga ervan uit dat jullie het inmiddels kunnen dromen. In ieder geval een aantal van jullie. Maar voor degene die het nog niet kent, in de programmaomgeving heb je het stukje, het segmentje tools in het menu. Ik pak hem er even bij voor jullie. Hier is die. Kijk, het stukje bij het menu item toolkit kun je naar downloads en extra's. En dan heb je hier het schema online verkooptraject. Oké? Als ik die open, dan zie je hier een schematische weergave van wat we aan het bouwen zijn. Oké? Dit toont de verbanden tussen elk onderdeel van het verkooptraject en hoe dat uiteindelijk allemaal met elkaar samenwerkt. Ik zal er even vlot doorheen lopen. Maar het belangrijkste op dit moment wat ik wilde meegeven is, hier hebben we het stuk e-mail marketing. Oftewel, hier zijn e-mails die je stuurt aan je doelgroep die allemaal weer terugleiden naar een pagina met een aanbod. Hier heb je de drie cruciale pagina's die we maken. Dus we maken een landingspagina, we maken een verkooppagina met je instapproduct en we maken een high-end sales page of een upsell pagina. Maar het begint allemaal bij die doelgroep met een specifiek en concreet probleem, een uitdaging. Oké, het hoeft niet per se verwoord te zijn als een probleem, maar in ieder geval een uitdaging. Iets waar ze mee zitten en iets waar ze idealiter proactief een oplossing voor zoeken. Oké? Dus een probleem wat niet echt voelt als een probleem is geen probleem. Zo zullen we het maar verwoorden. Dus als mensen proactief op zoek zijn naar een oplossing en jij hebt die oplossing, dan hoef je die slechts aan ze te tonen. Ze waren er al naar op zoek. Dus dan is het een kwestie van ze binnenlaten in het domein van jouw bedrijf en ze uiteindelijk omvormen tot kopende klanten. Hier zie je de eerste stap die wij gaan zetten. We willen waarde, welke we kunnen ruilen tegen contactgegevens creëren. Dat noemen we een opt-in incentive. En die opt-in incentive bieden we aan op wat we een landingspagina noemen. In andere woorden, de eerste pagina van ons verkooptraject. Je ziet dat we nergens hier in dit schema praten over een website. Nergens gaat het over aan elkaar gekoppelde pagina's met menus en linkjes en webshops en dat soort dingen. De eerste pagina is één eenvoudige landingspagina waar we dit stukje waarde beloven in ruil voor contactgegevens. In ruil voor een e-mailadres of een naam en een e-mailadres of in sommige gevallen een telefoonnummer. Okay? Dat is wat we verzamelen op deze pagina en die slaan we op in ons CRM of e-mail marketing systeem. En vervolgens, na het invoeren van die gegevens, na het aanvragen van jouw opt-in incentive en het geven van die contactgegevens, klikken mensen op iets als aanvragen, verzenden, geef mij nu toegang, zo'n soort knop. Dan stromen ze door naar een bedankpagina. Die kennen we allemaal. Hè? We hebben het allemaal gezien op internet. Als je iets aanvraagt, dan kom je daarna op een pagina waar zo'n loos bericht staat als hartelijk dank voor je aanvraag, bla bla bla. Het is naar je onderweg, het zit straks in je inbox, bla bla bla. Waar het om gaat is dat die pagina de beste pagina is om je eerste aanbod op te doen. Omdat je dan de aandacht hebt van je doelgroep. En omdat je dan weet dat de persoon die hierop terechtkomt interesse heeft. Anders had hij nooit je gratis opt-in incentive aangevraagd. Dus iedereen die hierop komt en die vervolgens doorstroomt naar die bedankpagina, daar weet je van, ah, die zijn interessant. Daar doe je een aanbod aan. Dus je zegt even tussen neus en lippen door, bedankt voor je aanvraag. Het is onderweg naar je inbox. Maar in de tussentijd heb ik een heel interessant aanbod voor je. En dat is wat je hier plaatst. Gaan mensen daar niet op in, oké? Kopen ze niet, geen probleem. We hebben hun gegevens opgeslagen in ons CRM-systeem. En we kunnen nu met enige regelmaat e-mail marketing gaan doen om meerdere verkoopkansen te creëren. Oké, dat is dit eerste gedeelte van je verkooptraject. Daar laat ik het voor nu eventjes bij. Maar simpelweg, deze toepassing alleen is heel erg anders dan een webshop met een aantal vakjes, met een aantal producten en dan mensen daar maar op loslaten en zeggen zo, zoek het maar uit op deze website. Het maakt niet uit waar je naar op zoek bent. We hebben allerlei dingen. Ga zelf maar op zoek en als je iets vindt wat je wil hebben, dan geef mij er dan maar geld voor. Dat is een hele andere benadering dan iemand proactief betrekken via e-mailmarketing en alleen een aanbod doen aan dat gedeelte van jouw doelgroep die daadwerkelijk interesse heeft getoond.
Oké? Okay? Dit schema moeten we binnen nu en een paar weken allemaal kunnen dromen. Erg belangrijk. Olivia, nogmaals, ik hoop dat ik hiermee de connectie tussen Thrive voor die paar pagina's, hè, want je zag dat het hier maar ging om 3 pagina's, waarvan ik er nu 2 heb behandeld. De landingspagina en de low-end sale, oftewel het instapproduct, hè, op de bedankpagina. Dat zijn de 2 pagina's waar we het nu over gehad hebben. In totaal heb je er maar 3 nodig per verkooptraject. Okay? Dus het is heel belangrijk dat je dat onderscheid gaat maken. Esther, jij zegt heel veel webdesign- en marketingbureaus werken ook echt vanuit die visie. Ja, dat klopt. Ik neem aan dat je bedoelt moderne, succesvolle bureaus. Die werken vanuit de visie die ik je net liet zien. Ja, dat is sinds een jaar of, wat zal het zijn, 6, 5, is deze aanpak gepopulariseerd door Russell Brunson. Die heeft de online variant van een sales funnel gepopulariseerd. Het is niet zo dat die nog niet bestond, maar hij heeft daar software omheen ontwikkeld en heeft het groots gecommuniceerd aan de kleinere ondernemer. Sindsdien is die sales funnel met een paar pagina's die elkaar op logische wijze opvolgen en allemaal focussen op 1 boodschap. Okay? Dat heeft hij toen de wereld in geslingerd. En sindsdien is dat gaande. Esther, meer dat mensen echt nog echt volgens een oude visie werken. Ja, dat zie je dus helaas ook nog heel veel. Ik verbaas me daarover hoeveel mensen ik nog dagelijks spreek die begonnen zijn met online ondernemerschap. Die een opdracht hebben uitgezet bij een webdesignbureau. En die dan inderdaad een jaren 90 website terugkrijgen. Zonder dat er ook maar iemand op enig moment aan ze vraagt. Goh, wat is eigenlijk je doel? Goh, wat wil je eigenlijk bereiken met die website? Goh, wil je er iets mee verkopen? Oh, nou dan moet je misschien even nadenken over hoe een bezoeker op die site komt. Waar die op dat moment is in zijn buying proces. Je misschien realiseren dat die je nog helemaal niet kent. En je dan realiseren dat de kans dat hij meteen iets koopt, voordat hij je site heeft weggeklikt bij het eerste bezoek, best wel niet zo groot is. Dan ben je die persoon kwijt. En hoe groot is nou de kans dat iemand op eigen kracht nog terugkomt naar jouw website? Daarom willen we in eerste instantie eerst alle pijlen richten op het verzamelen van contactgegevens. Zodat het niet bij dat ene websitebezoek blijft. Want daarmee schiet je jezelf echt drastisch in de voet. Jessica, je hebt aan, ik ga dat vandaag eens bekijken. En dat vind ik in mijn admin, zeg je. Ik heb mijn website laten bouwen, maar houd hem nu zelf bij. Ik volg Olivia. Ja, helder. En Olivia die gaf aan, deze heb ik al af. Alleen, oh, het gaat iets te snel. Alleen, waar zet je dan Thrive in? Sorry, ik begrijp niet zo goed waar ik dat voor nodig heb. Olivia, Thrive gebruik je voor die pagina's. Jij geeft aan dat je het in Active Campaign al hebt gebouwd, hè? Dus dat betekent dat je de e-mail marketing al hebt staan. Maar op het moment dat iemand in jouw e-mail klikt om bij jouw pagina te komen, die pagina, die heeft 1 heel helder doel. Ofwel inschrijven op jouw e-maillijst, dat hebben ze dan al gedaan, of verkopen. En zo'n pagina bouw je op een WordPress website met een tool. En die tool heet Thrive, ja, Thrive Architect. Oké? En jij geeft het... Ja, je geeft het al aan, dat klopt, want mijn websitebouwer begreep niet waar hij het moest inzetten. Ja, Niels, jij zegt al, je hebt Thrive niet echt nodig, ik gebruik ook gewoon WordPress. Dat is wel zo. Je kunt uit de voeten zonder Thrive, dat is zeer zeker waar. Maar wat we met Thrive doen, is we kunnen eenvoudig templates installeren. Okay? Meerdere sales geoptimaliseerde templates. En als je straks verder bent, want ik probeer hierbij ook rekening te houden met niet alleen waar je nu bent, maar ook waar je over een tijdje bent. Hè. Als je ervaring vergroot is, dan ga je vormen van online marketing willen gebruiken, willen toepassen om op te schalen, om aan meer bezoekers te komen, om op grotere schaal mensen te kunnen converteren op je e-maillijst of naar betalende klanten. En er zijn heel veel functionaliteiten ingebouwd in dat Thrive-systeem die dat vele malen eenvoudiger maken. En om die reden raad ik dat programma aan. En als je daar vanaf dag 1 mee gaat werken, dan raak je eraan gewend. Dan is dat op een gegeven moment niks nieuws meer. Dan heb je al deze obstakels overwonnen wat betreft die software. Dan kun je ermee uit de voeten. En daar doe je jezelf zo'n plezier mee. Dus dat is de reden dat ik die tool aanbeveel. Maar Olivia, jij geeft aan, de pagina's zijn er al.
Dus dat is duidelijk, dat heb jij bij een webdesigner neergelegd waarschijnlijk. Hartstikke prima. Waar het om gaat, is dat je je realiseert, oké, wat voor een pagina's het moeten zijn. En daar hebben we het in het programma over. Hè. Pagina's met maar één enkel doel. Niet een menu, niet home over ons, contact, blog, bla bla bla. Maar één helder menu. Oké, de pagina's waar jij je verkeer naartoe stuurt, mogen niet het gevaar of het risico vormen dat dat verkeer gezellig gaat rondklikken en niet het doel vervult wat jij voor ogen had. Dat wil je voorkomen en daarom is er maar één doel op zo'n landingspagina. Goed, dat is in ieder geval duidelijk, daar ben ik blij mee. En Jessica, jij geeft ook al aan dat je daarmee aan de gang gaat. Je vindt dat in mijn admin, zeg je. Ik heb mijn website laten bouwen, houd hem nu zelf bij. Het ligt een beetje aan met wat voor systeem die website gemaakt is, maar over het algemeen gebeurt dat in WordPress, dat zal bij jou niet anders zijn. En dan kun je Thrive daarin instellen. Dat kun je daarin installeren als een plugin. Oké, die kun je bij Thrive aanschaffen. Wij bieden een zogenaamde sales site aan. Dat is een aparte WordPress pagina waar Thrive al op staat. Die kun je van ons krijgen, maar daarvan is dan het nadeel dat die onder onze vleugel blijft. En misschien wil je hem liever op je eigen site hebben. Dus dat is iets om te overwegen voor jezelf. Je kunt ook met gratis themes en gratis plugins in WordPress werken. Maar zoals ik al zei, heb ik er zomaar redenen voor om aan te bevelen dat je zo vroeg mogelijk begint met het werken van een professional tool. En dan is Thrive mijn aanbeveling. Oké, zoals je ziet is het hebben van de tools is niet voldoende om de meeste problemen te overkomen. Wat nodig is de vertaalslag van het gebruik van de tool, van de theorie, naar jouw specifieke situatie. Hopelijk is dit je nu duidelijk en hopelijk kun je hier wat sneller meters mee maken. Als je nu bij jezelf denkt, oké, dat kan ik. Ik kan, als ik theorie aangereikt krijg, zelf de vertaalslag naar mijn situatie maken om vooruit te komen. Dan is via internet leren hoe je moet ondernemen, hoe je moet verkopen, hoe je marketing moet doen, is voor jou de juiste stap om te zetten. Daar is waar mijn traject over gaat, het exponentiële omzet ontbrandingstraject. En misschien is deelname daaraan dan de juiste keuze voor jou. Mocht je daarachter willen komen, plan dan een gesprek in met mij of een van mijn collega's via onlineomzet.com/interesse. Dan spreken wij je heel graag binnenkort en ik zie je graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com/podcast.